100 jaar, dat is een eerbiedwaardige leeftijd. Dan hoor je tot de ijzersterke. En bij het bereiken van die mijlpaal hoort een passende herinnering. Ik kan u meedelen dat de gemeenteraad van Almelo heeft besloten om de stadspenning van de gemeente Almelo toe te kennen. En dat doen we niet zomaar, dan zijn we hartstikke blij met u. Daar hoort een oorkonde bij en een mooie pennen. Heel erg gefeliciteerd. Ik hoop net als de KNVB dat u op een volgende jubileum mag vieren. Het is 125 jaar, begrijp ik. Nou, dat is fantastisch. Dat gaat u vast, gaat u vast redden. Alsjeblieft. Dank u wel. Wees de waardering voor de koning, voor de bijzondere verdiensten van de sportvereniging PH. En ik ga hem gewoon uitreiken aan u. Mijn complimenten voor alles wat u tot nu toe heeft gedaan. En ik ga ervan uit dat u het best nog 100 jaar volhoudt. Ja, daar zijn we erg over vereerd. Met name dat de commissaris van de Koningin ons de koninklijke erepenning heeft toegekend. En de burgemeester de stadspenning. Daarnaast de KNVB. En alle mensen achter mij die nog steeds hier vanavond bij elkaar zijn om het feest met ons te vieren. Voor PH de toekomst is op dit prachtige sportterrein waar wij nu zijn. Gaan wij naar zaterdag voetbal. Volgend jaar gaan wij met onze voetbalclubs, met onze prestatieelftallen naar de zaterdag. En het ledenaantal zoals we dat nu kennen, dat stabiliseert. En wij hopen dat we naast al onze voetballende leden, sportactiviteiten, ook steeds meer en meer maatschappelijk betrokken activiteiten kunnen ontwikkelen zoals we dat nu ook al doen.